In het weekend van 16, 17 en 18 april vierde Streekomroep Start haar 25-jarig bestaan. Een van de onderdelen was een radiomarathon-uitzending van 60 uur. Die startte op vrijdagmiddag 12 uur en duurde tot zondagnacht 24 uur. Er deden diverse presentatoren van nu en vroeger mee aan deze radiomarathon. Op vrijdagavond vond er in de Hanenhof in Geleen een druk bezochte receptie plaats met veel lovende woorden voor alle vrijwilligers. Gastvrouwen Ans Kubbe en Betty Tummers zorgden ervoor dat iedereen het gastenboek tekende. Zonder al die mensen op de werkvloer, zonder al die vrijwilligers, zou ook Start niet bestaan. En ik moet u zeggen, dat wij allebei komen nog wel eens ergens en meestal is Start daarbij aanwezig. En dat is een heel groot compliment dat jullie iedere keer opnieuw weer zoveel vrijwilligers weten te vinden, die dat op de meest onmogelijke momenten, hè, of dat nu 's morgens vroeg is, of 's nachts als de ruiters hier komen, altijd zijn die jongens en de meisjes van Start wel ergens aanwezig. Van wij gehoord dat Start ontzettend goed bekeken wordt. En het is een fantastisch instituut. We mogen daar heel trots op zijn dat we dat in de stad hebben. Dat keer dat met al die vrijwilligers om je heen toch eens keer weer klok krijgt. Dat keer dat een kwaliteit brengt die echt steekt. Ik wil heel graag aan het eind van deze receptie u heel hartelijk danken voor uw komst. Met name datgene wat u hebt gebracht. Dat zijn en mooie woorden geweest. Vooral mooie woorden geweest voor al die vrijwilligers die ongelooflijk hard hun best doen om iedere week weer een mooi programma op die buis te brengen en een mooi programma op die radio te brengen. Dat is nu juist wat u vanavond heeft willen waarderen. En daar bent u voor gekomen. En ik hoop dat al die medewerkers dat met name hebben willen horen en hebben willen verstaan. Wij hebben daarmee dan ook een enorme aanmoediging meegekregen vanavond en tegelijkertijd de kans gehad om 25 jaar lang terug te kijken. Aansluitend aan de receptie vond er een gezellige feestavond plaats voor iedereen die met Start wou meevieren.